welkom bij Vlocht vindt. Je weet het misschien of je weet het misschien niet, maar 10 dagen lang is Rumbi gewoon het centrum van de wereld. Rumbi, kermissen, gaat alweer eens in. Het gaat dit feesten zijn, het gaat dit. En de kuis van Rumbi doet er alles aan vindt om dat gewoon een hele slag even vent te maken. Maar als je peist, dan kijk je dat je nog heel anders alleen hebt. Die 10 dagen gaan afhaspen, je bent goed zot, je er een kerel bij gehad. En niemand minder dan? Leider Benoit. Ja, Benoit, zeg ik je vindt. Wat is het allemaal in het weekend? Dat begint wanneer, hoe en waarom? Ik ga erover beginnen, met begin de vrijdag. De vrijdag beginnen met onze jaarlijkse Ladies Night. Ladies Night, hoe moet ik dat nu bijzien? Van de KSL-leiders met bierpunten en bobaarspleten of... Zeker en vast niet. Dat is een feestje op de plaatsen van Rumbeke in ons KSL-lokaal. Volledig gratis. En kom, moet je niet betalen. Het is allemaal gratis. Ja, behalve in een drank natuurlijk. Hoe moet je dat je voorstellen? Zomerse temperaturen, een heel ingekleerde zalen, schone meisjes, bronstige venten en een goede beats en goede muziek. We hebben dan overgaan naar het weekend en we de jaarlijkse foren op de markt van Rumbeke. Dus ons kermisterras dat iedere dag opent om 2 uur. Dus... Ja, wat moet ik bijzien met zijn terras? Is dat dan gewoon zo'n plat water, een cola en een pinte? We hebben zomerse biertjes, we hebben Desperados, we hebben Roemer. Dan ook zwaardere biertjes, een blauwe Chimène, een Omer, een Duvel. We hebben stadswater, een Hoornbasje dat er zeer wel last aan gaat. Hunne pintjes hebben we ook, een ruim assortiment, dat frisdrank hebben we ook. We hebben alles wat je wilt en we hebben nu de frivols in. Wat verdomme, dat klinkt wel geestig. En de maandag, stop het toch of is het dan... De maandag beginnen we met onze karting, onze zomerkarting. Dus we beginnen 3 met een karting voor een iets ouder publiek. En dan vanaf nachten kunnen de jonge kerels of meisjes een boom kunnen karten in onze KSA. Dinsdag Marta, we hebben gekozen voor een eigen streekbier dinsdag. Hoe moet je dat je voorstellen? Een redelijk uitgebreid assortiment aan lekkere streekbiertjes. En we moeten niet bijzien dat alleen binnen Duvel of een Omer blijft. We hebben een uitgebreid assortiment. Wadden ga ik nog niet zeggen, ik moet dat zelf maar komen kijken. En we kunnen je nog meegeven 2,50 euro voor ieder streekbierke. 2,50 euro voor een paar exclusieve bierkans. Dat kan wel gepruimd worden, hè? Zeker en vast. En hoe is dat? De woensdag hebben we een nieuwtje in ons kermiscafé aanbod. Huh? We gaan van start met een quiz. Met een quiz? Ja, om 8 uur begint die quiz. Maximum 5 lenen per ploeg en 10 euro lid geld. We zeggen wat hij wilt, maar dat is wel echt niet veel geld van de quiz. Dunderdag. De dunderdag hebben we onze vaste klantenavond. Huh? Dat is een jaarlijkse traditie in ons kermiscafé. Waarom? Omdat we onze vaste klanten eigenlijk wel merci zijn. Pintjes en roenbaskes aan je 1 euro. Vrij simpel, meer moet dat niet zijn. Als je van ondertussen van al die pintjes drinkt bij het jongere kind, 5 euro en ga je een uitgebreid bordje met allemaal lekkers. Dat kan niet missen dat ze allemaal zo... laten we zeggen. Zo goed het vlees zitten. Zo afgetraind zit. Oh ja. Vroeger was het een sixpack, nu is het een bartender. Ja, we kennen dat. En zo zijn we weer eigenlijk aangekomen bij vrijdag. Vorige week was Ladies Night. En wat doe je er nu? Nu vrijdag hebben we eigenlijk in samenwerking met Rode Kruis een bloedgeven evenement. Dus verstaat, voor de eerst was Ladies Night en nu zijn je nu met de vent, mag ik een bloedgeven? Ja, voor een instinct, ik heb het hè. Dus ze komen naar het KSL-lokaal. Ja, ze komen naar het KSL-lokaal. Het Rode Kruis had er staan met een paar legzetels waarop je gemakkelijk kan gaan inleggen. Dan een paar schone verpleegsters die je kom verzorgen, die het infuus is tegen. En dan een beetje bloed aftappen van jou. Ik heb zelf dat al 2 jaar gedaan en moet wel zeggen, het klopt allemaal wat dat is, maar die schone verpleegster was die einde van in de 50. Dus, Zaterdag begint dus topweekend. We schieten dat in gang met een kidsrun. Een kidsrun? Ja, een kidsrun. Voor alle leeftijden van al de jonge gasten in Rumbeke, een tour lopen rond de plaatsen. Meer info, VOL nog weer. Dan heb je een rolmarathon, gekend overal. En dan gaan we over naar de zondag van ons kermiscafé, de Zwintjeskermissen. De overheerlijke barbecue, geregeld door ons samen met onze ondersteunend oud-leidersbeweging, het Koof, aperitief, Noofpla, Desserke. En een beetje randanimatie en zo is een zondag perfect gevuld. Voor die een quiz, die een rolmarathon, die een kidsrun en die een barbecue, moet je dat, en voor dat bloed geven zelfs, moet je dat toosten voor naartoe gaan, bellen, telefoneren, een postduffel sturen of... Postduffel zijn als dat welkom, maar we verkiezen toch wel de mailtjes. Hun een mailtje sturen, ksa.rumbeke@gmail.com en dan staat dat allemaal genoteerd in de database dat hier komt. Voor die het niet gesnapt zijn, ik had het nog gezet in de beschrijving ook. Nu, los daarvan. Mensen hebben nu al hun aandacht te geven voor de kijken naar je filmpje. Doe je er ook eens schoons naar de mensen toe of niet? Like je dit filmpje en deel het nog een keer op je profiel, kun je kans maken op een meter gratis bier. Als het voor de bezoek niet doen. Hey, voor een meter bier moet ik geven hoor. En zeker een filmpje niet. Goed. Ja, Benoit, merci. Steven, heel bedankt. En gast, de compliment niet.